Hi, en welkom terug bij een nieuwe unboxing. Nu denk je, Tom, is het tafelblad hoger geworden? Nee, ik zit op wat we nu letterlijk gaan unboxen. Dat is de HP Omen X. En nu ga ik hem proberen de tafel op te tillen. Daar gaat het lastig worden, want het ding is poep zwaar. Dus bij deze. Ik hoop dat ik hem met de goede kant naar voren heb gezet. Ja, de HP Omen X. Je ziet hem hier. Je hebt hem waarschijnlijk ook al 100 miljoen keer op Twitch langs zien komen, want dat is een ding. Ze hebben heel veel marketing op Twitch gegooid. Dus hij is daar heel vaak langsgekomen. We gaan hem opensnijden. We gaan kijken hoe deze PC eruit ziet. Want het schijnt nogal een monsterbak te zijn van, laten we zeggen, een euro of 2500. Dus ja, dit is niet, dit is geen kattenpis. Dus ik hoop ook niet dat ik er nou volledig doorheen snij. Dat blijft natuurlijk wel gewoon een leuk presentje, wat we straks ook weer terug moeten sturen. Dus nou niet gaan zeuren van, oh, jullie krijgen allemaal gratis shit, Gamersnet, geef dit aan mij. Nee. Nee. Gaan we niet doen. If anything, hou ik hem lekker, want ik heb net de specs gelezen en het is nogal een lijp ding. Zagen, jongen, je wil niet weten. Oké. Dit gaat leuk worden, want misschien had ik hem beter op de grond kunnen laten. Want het is nogal wat. Ik sta nu ook echt op mijn tenen. Net zat ik, nu sta ik echt op mijn tenen. Meestal gaan unboxings sowieso wat rommeliger, dus welkom in unboxings. Maar nu ben ik sta nu ook perplex. Ik weet niet hoe ik dit eruit ga krijgen. Dus misschien ga ik wel een knipje maken, you don't know. Ja, we gaan duidelijk... Oh, nee. Oh, oeps, ik gooi hem eruit. Oké. Allereerst. Enorm veel foam. Het bizar kleine boekje van, denk ik, wat er allemaal benodigd is. En de voedingkabel natuurlijk, wat nogal een unit is. Want de voeding is natuurlijk ook ingebouwd. En wat schroefjes, waarvan, denk ik, kun je hem zo rechtop zetten. Want je kent hem natuurlijk, het is echt zo'n kubus die soort van rechtop staat. Ik denk dat die schroefjes ervoor zijn om de pootjes te bevestigen. En dit is het ding dan uiteindelijk, met een doekje eroverheen. Oh god, we gaan dit kantelen, denk ik. We gaan dit echt letterlijk kantelen. En nou word ik heel bang voor dit hele kantelproces. Oh god, HP, sorry als ik hem mol, please, stuur er nog eentje op. Nou, dit is hem. Het is een soort van doos in een doos. Nou, denk ik dat we hem er zo wel uit kunnen schuiven. Maar you're horribly mistaken. Moeilijkste unboxing die ik ooit heb gedaan. Waarom weegt dit ding serieus meer dan ikzelf? Oh god. Unboxing gaat fout. Vraagteken, uitroepteken, vraagteken. 100 likesjes gaan, 100 likesjes gaan. Oké. Oh, op mijn tenen, Akeo. Dit gaat goed komen. Dit gaat allemaal goed komen. Oké. Nou hoop ik geen gaten in het... Geef me even een momentje. Rustig aan, tel tot 10. Letterlijk, werkelijk waar, geen idee. Oh, wacht, ik zie hier een soort klittenbandjes. Hoppatee, kijk. Die kunnen dus opengejankt worden. Ik denk dat er hier nog eentje zit. Nee? Oh, hier nog eentje. Kijk. Ik had niet verwacht dat die er zo compleet in zou zitten. Dit is overigens de achterkant. Je moet niet denken dat dit soort stuff allemaal aan de voorkant zit. Ik ben nog steeds even bij aan het komen. Ik ga hem even omdraaien. Is leuk. Is een leuke video dit. Leuk. De HP Omen X is een mooi ding. Wat erin zit, uit mijn hoofd even. Ik heb het nummer opgezocht. En dit schijnt het model te zijn van zo'n zeg, ja, 25, 26, 2700 euro. GTX 1080 zit erin. Een Intel i7 Core 7600K op 4 GHz, 16 GB DDR4 RAM geheugen, wat ik dan wel weer een soort van, wat ik dan als eerste bottleneck zou zien. Verder allerlei leuke dingetjes, een Z170 moederbord, een M2 PCIe SSD, supersnel, 256 GB en nog een 2 TB harde schijf op 7200 RPM. En mocht je nou allemaal cijfertjes zoiets hebben van, oh, dat zeg ik allemaal, heb je zoiets van, waar de fuck heeft hij het over? Dan gaan we een keer allemaal behandelen in Gamers & Gear. Want dan gaan we het ding dus daadwerkelijk reviewen en dan vertellen we van hoe hard dit ding uiteindelijk kan pompen. Benchmarks, vette sfeerbeelden, we zullen hem ongetwijfeld ook nog opengooien. Gaan we allemaal ontdekken.
En nu ga ik uitrusten en ik zeg bon voyage. Dit was Tom van Gamerset met de unboxing van de HP Omen X. Binnenkort geschreven review, Gamerset Gear, allemaal. Gamerset.nl, je mag langskomen. En als je op YouTube kijkt, like, comment, subscribe, want dat is wat je doet op YouTube. En ik weet verder nooit hoe ik video's moet eindigen. Doei.